Ben je nou een Aussie of ben je een Nederlander? Ik denk wel een Nederlander. Ik vind Australië, ik vind het wel leuk, maar ik hou ook heel erg van Nederland. En altijd als ik hier ben, vind ik het echt heel erg leuk. Stel, je ouders uit Hogeveen emigreerden lang voordat jij geboren bent naar Australië. En toch ben jij liever hier. Emma Westerbeek zat de afgelopen maanden in Hogeveen bij RSG Wolfsbos op school in plaats van de high school in Melbourne. 24 uur, is dat niet heel lang? Ja. Dan ga je gewoon slapen in het vliegtuig. Ja, maar dat moet ik eigenlijk niet doen, anders krijg ik heel erg jetlag thuis. Oh, ja. Als ze nu zuurstofkloppen gaan maken, die ootjes, dat is vervelend. Want die zuurstof die staat op drie plekken. C3H8. Het is een wonder dat ik hier niet voel dus. Want ik heb nu hier twee keer een C'tje, oftewel twee C's, en hier maar één. Dus dat kun je dan beter gewoon in één keer doen. Voor mij is het wel moeilijk omdat alles in Nederlands is. Ja? Taal. Want je spreekt heel goed Nederlands. Ja, dat denk ik. Ongeveer een beetje wel, ja, niet heel veel. Ja, meiden, doet ze het een beetje aardig, Nederlands? Ja, hoor. Maar waarom is het dan zo moeilijk dan? Ja, dat is meer grammatica en zo. Oké, de taal gaat je goed afspreken, maar lezen en schrijven, ja, dat is wat anders. Ja, wordt wel een beetje moeilijker. Oké. En dat maakt het moeilijk om de lessen te volgen dus? Ja. Hoe heb je dat de afgelopen tijd nou gedaan dan? Mijn vrienden helpen mij. En dan vraag ik ook soms de docent om mee te helpen en zo. Nee. Moet daar een vier daar? Nee, dan heb je, nu heb je acht, hè? Vier. Oh nee. Twee. Ja. Oh! Het is niet alsof het heel moeilijk is. Oh, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Nee, dat is het ook niet. Het niveau van het onderwijs in Nederland kan Emma overigens prima aan. Er zijn wel wat verschillen met de high school in Australië. Uniform. In Australië hebben wij uniform. Ja. En hier krijg je meer, ja, tussenuren en zo. Dat kennen jullie in Australië niet? Ja, nee. Dan krijgen we gewoon iemand anders om onze lessen te allemaal doen. En we hebben geen MAVO of HAVO. We zitten allemaal gewoon op hetzelfde niveau en zo. Dus je doet het goed of je doet het slecht. Een aantal van haar huidige Hogeveense schoolvriendinnen kent Emma al veel langer. Met Amy en Indy en zo en Anne zaten allemaal in de lagere school. Zo, ik ken ze allemaal nog. Je was al een keer hier geweest? Ja, in lagere school. Of, een paar weken. Dus nu zit je met dezelfde mensen voor een deel weer op school? Ja. Nou moet je straks weer terug. Ga je ze missen? Zeker, maar ik ga wel contact houden met ze allemaal. Zeg meiden, gaan jullie er nou missen? Ja. Ik doe best wel veel met ze allemaal. Een beetje anders dan thuis. Maar ja, ik ga het missen met naar feestjes en naar school slaapfeestjes allemaal doen. Dat ga ik wel zeker missen. Ja, gewoon, ja. Gewoon de dingen die je samen doet en de gezelligheid en zo, ga je wel missen. En dan hoop ik dat ik weer in een jaar een paar weken voor op vakantie weer kom. En dan kan ik ze allemaal weer zien. Nou, gewoon via bellen en FaceTime en zo. En via Snap en WhatsApp gaan we wel elkaar berichten, denk ik. Als Emma in Nederland is, zijn oma Tini en opa Anton in Hogeveen haar uitvalsbasis. Ze heeft de afgelopen maanden een eigen kamertje gehad waar ze kon studeren. De 3,5 maand gingen veel te snel. Hoe is het nou, 3 maanden een kleindochter? Ja, fantastisch. Ja. We hebben er echt van genoten. Zoals ze echt onder ons is, op deze manier, dat wij zelf met haar zijn alleen. Ja, dat was echt heel bijzonder. Wordt daar dan de band ook hechter van, opa? Oh, ja. Ja, anders. We hadden al een hele goede band, maar hij wordt wel sterker, ja. Je bent hier niet geboren. Wat is dat, dat je hier wilt zijn? Familie is zeker een van de dingen dat ik mis in Australië. En vrienden en de plek. En ja, ik ben 15 jaar in Australië. Ik vind Australië ook heel leuk, maar ik vind het ook leuk om naar een andere plek te wonen. En omdat het ook anders is in Nederland. Ik ken dat gevoel niet, hè, dat tweespalt van, ik ben hier natuurlijk geboren en groot geworden. En hun ook. Dus we hebben hier heel veel roots liggen samen. En ik gun haar deze roots ook. Aan het eind van de 3,5 maand school in Hogeveen is het hele gezin van Emma even in Nederland op vakantie bij opa en oma. Ze bezoeken een verhalentafel over het verleden van de Hogeveense kanalen, die begin jaren 70 van de vorige eeuw allemaal zijn gedempt. Vader Hans woonde aan een van die kanalen, midden in het centrum van Hogeveen. Tegen de tijd dat het gedempt ging worden,
was ik 6 of 7, maar hier kon ik nog niet zwemmen. Dus een van de eerdere sprekers zei, blijf bij dat kanaal weg. Dat was ook een instructie die ik kreeg. Kom niet bij het kanaal. Kom niet bij het kanaal, maar ja, ik mocht heel graag vissen. Mijn vader zei, oké, ik werk overdag, dus ik kan je niet de hele tijd in de gaten houden. Dus als je in zou kunnen zoomen, dan kun je 2 palen zien buiten de benzinepompen. En daar spande mijn vader dan een groot touw tussen. En dan kreeg ik een riem om mijn middel en dat ging door het touw heen. En een blauw tijltje naast me en een stoeltje. En dan zat ik de hele middag voorntjes eruit te hengelen. Als wij daar altijd lopen, dan zegt mijn vader altijd, oh ja, daar woont ik. Maar nu is dat weg. Tijdens de demping in de jaren 70 waren de kanalen een geweldige speelplek. Elke keer veranderde je speeltuin significant. Hoe meer zand erin kwam, en je kan het ook zien. En het zou best kunnen zijn dat ik zie blonde jochies rondlopen daar. Dat zou best kunnen zijn dat ik er ook rondloop. Dat zou ik verder moeten bestuderen. En zeker toen er genoeg zand onder de bruggen enzovoort lag. Dan speelde je verstoppertje en in de modder. En later, toen de riolering erin gelegd werd, ging je onder de brug die rioleerbuis in. Dan kwam je er 200-300 meter verder, kwam je er weer uit. Ik wist niet eens dat er een kanaal was zo waar hij eens woont. Maar ik vond het wel leuk om te weten ja, waar hij toen een jongen was. Nou heeft hij je vast wel eens meegenomen naar de plek zoals het er nu uitziet. Maar het lijkt niet meer op vroeger, hè? Nee, helemaal anders. Er is niet eens een kanaal meer. En ja, ik vond het heel bijzonder om te weten hoe het allemaal eruit ziet. Vader Hans is terugkijkend niet positief over de demping van alle kanalen. Ik denk dat we toch een klein stukje bewuster zijn geworden van de schoonheid van het verleden. En als je naar deze foto's kijkt, dan word je gewoon nostalgisch. Dan denk je van, jeetje, hoe mooi was Hoogeveen. Ja. En ja. Hoe hebben we in de naam van progressie, hè, van modernisering, toch gewoon te snel voortgang en asfalt en snel en auto's. Emma wordt er al even nostalgisch van als haar vader. Ik vind het wel zonde. De foto's die ik heb allemaal gezien vind ik wel heel mooi met het kanaal en alle bruggen. Maar ja, ik vind het wel zonde dat het kanaal allemaal nu weg is. En dat het nu gewoon een straat is. Nog even bij opa en oma voordat het gezin weer naar de andere kant van de aarde vliegt. Maar het lijkt al wel vast te staan. Emma maakt straks de omgekeerde beweging die haar ouders in 1994 maakten. Op het moment dat we doorkregen dat Emma zo geïnteresseerd was in haar familie en dat ze graag eens een paar weken op school zou willen meelopen. Dat heeft ze op de lagere school een paar weken gedaan, nu op de middelbare school een paar maanden. Beseften we ons terdege dat dat zou kunnen betekenen dat ze zo verliefd op Nederland zou worden dat ze inderdaad voor langere tijd hier naartoe zou willen verhuizen en misschien wel een leven opbouwen. Ja, ik denk dat ik in Groningen of Utrecht wil studeren even een paar jaar. En om een dierenarts te worden of zo. En dan misschien daarna eens hier wonen, om hier te wonen. Ja, wat wij onze ouders hebben aangedaan, doet ze misschien terug. Maar als zij de omgekeerde beweging gaat maken, dan gaan jullie er wel missen. Ja, absoluut. Ik denk dat iedere ouder zijn kind gaat missen als ze de deur uitgaan. In Emma's geval zou het alleen 17.000 kilometer verderop zijn. Is iets verder weg. Wat is je job als ouders? Om kinderen onafhankelijk te maken, zodat ze hun eigen pad uitzoeken. En dat doet Emma heel vroeg en dat vinden we hartstikke mooi. Ik vind het heel mooi dat mijn kinderen dezelfde kansen krijgen als die wij hebben gehad. En dat stimuleren wij ook vooral. Ga de wereld zien. Dan maar hopen dat opa en oma heel oud worden. Ja. Ja. Dan kun je nog vaak bij ze terecht. Ja, ze moesten oud blijven. Ja, zo is het. Ben je nou een Aussie of ben je een Nederlander? Ik denk wel een Nederlander. Ik vind Australië, ja, ik vind het wel leuk, maar ik hou ook heel erg van Nederland. En altijd als ik hier ben, vind ik het echt heel erg leuk. RTV Drenthe.